Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze goed nieuwe video. Vandaag staat er België tegen Portugal op het programma tijdens het EK. En ja, de Rode Duivels moeten tegen Ronaldo spelen, dus ik ben wel benieuwd hoe ze het gaan doen. Spelers zingen het volkslied. Altijd wel een mooi moment tijdens een internationale wedstrijd. Ronaldo is de gevaarlijkste speler van Portugal. Maar Portugal is meer dan alleen Ronaldo. Oké, Lukaku mag beginnen. Oh, Mertens is er al meteen door. Kan hij scoren? Mertens! Scoren! En dat doet hij! De Belgen komen al op voorsprong in hun eerste aanval. Mooie afwerking. En dan gaan we even zien naar de herhaling. Mertens loopt gewoon voorbij de verdediging van Portugal en kan zo scoren. Mertens is er weer eens bij. Oké, kan hij weer kans creëren? Ah, Portugal onderschept de bal. En misschien kan Portugal nu wel iets doen in aanval. Voorzet en Ronaldo kopt hem erover. In nog herhaling. Ah nee, er is nog een speler die hem heeft aangeraakt. Ah ja, het is al 1-1. Het is de nummer 5 die scoorde. Oppassen, want hier is Ronaldo. Hazard. Nu Hazard. Scoren, scoren. En dat doet hij. De Belgen komen weer op voorsprong. Mooie actie van hem. En hij kan weer scoren. Hij heeft er nog niet echt veel gescoord dit seizoen. Omdat hij zo vaak geblesseerd is. Hier hebben we nog de broer van Hazard. Oké, we gaan dus rusten met een voorsprong voor de Rode Duivels. Mooie bal naar Mertens. Mertens die kan misschien scoren. Nee. Een wissel. Carrasco gaat erop. Meunier gaat op de bank zitten nu. Ronaldo aan de bal. Kan hij voorbij de Belgische verdediging? Nee. En nu Carrasco misschien de invaller. Kan hij? Nee, hij had wel eerder moeten schieten. Gaan ze voorzetten. Oh, Courtois heeft hem. Dat was een goede redding van Courtois. Portugal gaat deze wissel doen. Oeh, ik dacht even dat hij misschien nog eens zou binnenvliegen. Trossard gaat erop komen. Nee, oh nee, nee, oh jammer. Het is 2-2. Voor Port, het is 2-2. Dus dat is wel een spannende wedstrijd. Hazard is er door, Hazard, voor de, nee, jammer. Nu dan misschien de Bruyne scoren. En hij scoort. Een heel erg belangrijk doelpunt dit. De 3-2. Een ongelooflijk spannende wedstrijd. Het zou leuk zijn als dit ook bij de echte wedstrijd gebeurt. Alle supporters natuurlijk heel erg blij van België. 4 minuten extra tijd. Nu heeft Portugal nog iets van 2 minuten. Om te scoren. En ja, wedstrijd is afgelopen. De Belgen winnen met het kleinste verschil van Portugal. En gaan zo door naar de volgende ronde. Hopelijk zal dit ook gebeuren bij de echte wedstrijd. Ik wil je bedanken om te kijken naar deze video. En dan zie ik je weer terug in de volgende video. Dus doei doei.